welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en vandaag een dobbelspelletje van eigen bodem, namelijk Specs. En dat is van Ruben Dijkstra en Ruud Lammers, ook wel bekend als Waterfall Games. En dit is een soort uitgebreide Yahtzee waarbij je lekker gaat dobbelen. Je mag 4 keer dobbelen met deze 5 dobbelstenen. Je ziet de blokjes. We hebben 4 spelers maximaal. Deze hebt 4 verschillende kleuren blokjes. En die blokjes ga je hier op het bord zetten. Pas als het je lukt om 3 blokjes naast elkaar te krijgen, dan ga je punten scoren. En hoe meer dobbelstenen met dezelfde nummers je gooit, hoe meer punten je specs gaan opleveren. Want 3 blokjes op een rij heet een specs. Laten we maar snel gaan dobbelen en kijken hoe dit gaat. En hier ligt het spelletje dan klaar. 5 dobbelstenen, elke speler kiest blokjes in zijn kleur. Wel ben je gelijk 2 blokjes kwijt. Eentje gaat hier op het scorebord en die ligt klaar voor als je over de 100, 200, 300 of 400 punten zou gaan. En deze hou je bij, die leg je bij 0 en die gaan straks de punten bijhouden om mee te beginnen. Speel je het met z'n tweeën, dan krijg je alle andere blokjes. Speel je het met z'n drieën of vieren, dan krijg je wat minder blokjes om het bord niet al te vol te krijgen. De startspeler mag beginnen en uiteraard met een dobbelspel is dat gewoon degene die het hoogste gooit. En ben je aan de beurt, dan ga je als eerste wat je altijd doet, is het gooien van de 5 dobbelstenen. Dat was het makkelijke gedeelte en nu komt gelijk het denkgedeelte. Want nu moet je gaan bedenken, welke dobbelstenen wil ik houden? Die kan ik apart leggen. En welke wil ik nog mee doorgooien? Je mag in totaal 4 keer gaan gooien. En mag ook na het gooien denken van, nou, diegene die ik apart had gelegd, die wil ik eigenlijk toch nog wel een keertje gaan gooien. Dus dan pak je die gewoon nu op en dan gooi je die gewoon bij. Dus ook al leg je dobbelstenen apart, dan ben je ze niet kwijt voor die beurt. Kan je ze later in die beurt alsnog opnieuw gooien, mocht je dat toch maar willen. En eigenlijk staat de hele verdere uitleg wel zo'n beetje op het bord. Want aan de hand van die dobbelstenen ga je kiezen waar je je blokje neer gaat leggen. Gooi ik 2 zessen, dan kom ik dus hieruit. Ik heb hier staat 2 keer een 6 en dan kom ik dus in deze rij uit. En dan kan ik kiezen aan deze kant weer kan ik kijken van, nou, ik heb 2 zessen en ik heb bijvoorbeeld 1 4. Dus met 2 zessen en 1 4 kom ik op dit vakje uit en dan mag ik hier mijn blokje neerleggen. Ik kan natuurlijk ook kijken, hey, ik heb 2 enen. Dan kom ik wat hoger uit met 2 zessen en 2 enen kom ik in het gele vakje uit. Dan mag ik daar een blokje neerleggen. Ik mag altijd maar 1 blokje neerleggen, maar je kan dus wel kiezen welke combinatie van dobbelstenen je gaat gebruiken. Leg je een blokje neer, dan gebeurt er eigenlijk nog helemaal niets, krijg je geen punten voor. Het wordt pas interessant zodra je 3 blokjes op een rijtje krijgt. En dat mag zijn horizontaal, dat mag zijn verticaal en het mag ook zelfs diagonaal zijn. Zodra jij 3 op een rij krijgt, dan krijg je punten. En dan krijg je de punten voor elk blokje apart. En dan zie je hier een tabelletje staan met hoeveel punten je krijgt voor elk vakje. Dus maak ik deze combinatie van 3, dan heb ik 2 blokjes die op geel staan, dat is 2 keer 4 is 8 punten. En ik heb 1 blokje in paars staan, dat is 7. Dus 8 plus 7 heb ik in totaal 15 punten bij elkaar gedobbeld. En staat je blokje eenmaal vast, dan gaat hij ook niet meer van het bord af. Een andere speler mag niet op jouw plek ook een blokje neer gaan leggen. Dat is dan echt jouw vakje geworden. En zoals je ziet maak je in het rode vakje een specs. En een specs, dat is namelijk 3 blokjes naast elkaar. 1 blokje is niks. 2 blokjes is niets, 3 blokjes heet een specs en dan krijg je dus pas de punten. En krijg je het voor elkaar om een specs te maken in dit rode gebied, dan krijg je 3 keer 12 is 36 punten. En dus zul je zien dat je altijd gaat proberen om minstens 3 of 4 dezelfde getallen te gaan gooien, omdat je dan in deze gebieden uitkomt. Hier zal het gevecht zich ook het grootste deel van het spel zich afspelen, want daar ga je de meeste punten krijgen als je een specs gaat maken. En natuurlijk kan je elkaar een beetje dwars zitten, want ligt het bijvoorbeeld zo en ben ik groen nu aan de beurt en gooi ik dan bijvoorbeeld 4 vieren en een 5, dan zeg ik natuurlijk mooi, ik leg hem hier neer. En dan voorkom ik dat jij straks die specs gaat maken en kan ik zelf ook misschien wel aan een specs gaan bouwen. Maar zo ga je dus proberen om jouw blokjes bij elkaar te krijgen en het liefst een beetje aaneengesloten. En dan het liefst ook nog eens in de zo hoog mogelijke puntengebieden. Dus eigenlijk ga je zeker in het begin standaard proberen om 4 keer hetzelfde getal te gooien. Lukt dat niet, dan kom je vaak op het 3-maal hetzelfde getal uit en dan zie je dat ook hier heel veel blokjes komen te staan van pogingen die hier mislukken, maar die dan hier uitkomen. Heb je een specs en leg je een beurt daarna een 4e blokje aan, dan krijg je niet nog een keer 4 die punten, maar krijg je alleen maar de punten van het extra blokje wat je aanlegt. Hetzelfde geldt voor als je er 5 maakt, dan krijg je alleen de punten, in dit geval het gouden vakje, dat is 3 punten waard. Krijg je maar 3 punten erbij, maar je krijgt wel een bonus. Omdat je een specs van maar liefst 5 blokjes lang maakt, krijg je ook 5 extra punten. Naast die 5 bonuspunten voor een specs van 5, krijg je ook bonuspunten als je een mooi blokje kan maken van helemaal jouw eigen kleur van 3x3. Dan krijg je maar liefst 25 punten. Nou, dan zag je hier dus nog die zilveren puntenstrepen lopen door de velden heen. Die staan hier en daar staat ook weer gewoon de uitleg bij. Gooi je in een beurt 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 of 3, 4, 5, 6, oftewel de kleine straat. Dan mag je je blokje op een willekeurig vakje leggen.
van de gouden. Dus heb jij het bijvoorbeeld hier liggen en gooi jij 1, 2, 3, 4, dan kan je gelijk zeggen, boem, dan leg ik hem lekker daarbij. En dan mag ik dus een specs maken, krijg ik punten. 2 keer 12 is 24 punten, plus het gouden is 3 punten, is 27 punten in totaal. Doe je het nog beter en gooi je de grote straat. In dat geval gooi je dus met de dobbelstenen 1, 2, 3, 4, 5 of 2, 3, 4, 5, 6. Staat ook weer hier netjes op het bord aangegeven. Dan mag je je blokje op een zilver vakje neerzetten. En misschien denk je nu wel, hey, 5 dobbelstenen, maar hij gaat maar tot de 4. Wat als ik nu 5 keer een 5 gooi of 5 keer een 6, het zogeheten Yahtzee. In dat geval mag je lekker helemaal zelf kiezen waar je je steentje neer gaat leggen. Dus dan mag je hem overal op het bord leggen waar je maar wil. En dat is wel zo'n beetje alles wat er te vertellen valt over specs. Behalve nog, maak je met één blokje twee specsen. Dus stel ik gooi 3 vieren en 1 keer een 2. Dan mag je hem hier neerleggen en dan maak ik 2 keer een specs. En dan krijg ik dus ook 2 keer punten. Dus dit blokje telt dan 2 keer mee. Want ik maak zo een specs. Is 3 keer 5 is 15 punten. En ik maak zo een specs van 2 keer 5 plus 1 keer 4 is 14 punten. En zo ga je lekker dobbelen en goed kijken hoe je je dobbelstenen in kan zetten. En gaat het bord zich langzaam vullen met allerlei blokjes. En hoe voller het wordt, hoe meer risico je zult gaan moeten nemen met het gooien van de dobbelstenen. Want je wilt natuurlijk niet dat je komt te zitten met het feit dat je zo gooit dat je je blokje nergens meer kwijt kan. Want heb je zo gedobbeld dat je nergens je blokje neer kan zetten, dan gaat dat blokje uit het spel. Elke beurt raak je dus een blokje kwijt. En dat kan je dan beter op het bord kwijtraken dan dat je moet afleggen. En zodra alle spelers al hun blokjes hebben geplaatst, is het spel afgelopen. En wie dan de meeste punten heeft, die is de winnaar van Specs. En dat was allemaal weer dit kleurrijke Nederlandse dobbelspel. Een leuke variant als je dat Yahtzee eens een keertje zat bent en wil iets meer tactiek in het spel gaan brengen. Dan kan je dus Specs gaan spelen. Uiteraard wil je natuurlijk proberen om zoveel mogelijk 4 keer hetzelfde getal te gaan gooien. Of 5 keer nog beter, zodat je lekker in dit rode vlak mag gaan zetten. Vaak genoeg lukt het een speler wel bijvoorbeeld om een aantal specs te maken, dus 3 op een rij in een van de lager scorende gebieden. Maar als één speler dan een specs maakt in het hoog scorende gebied, dan knal je er op het scorespoor vaak gelijk overheen. Maar doordat iedereen dan probeert 4 keer hetzelfde getal te gooien, gaat het natuurlijk lang niet altijd goed. En dan kom je natuurlijk al snel uit bij 3 of 2 keer hetzelfde getal en dan ga je daarmee proberen het beste ervan te maken en zoveel mogelijk specs te kunnen combineren. En zie je dat een speler bijna zijn blok van 9 af heeft of een hoge specs aan het scoren is, dan kan je natuurlijk nog proberen zo te dobbelen dat jij jouw blokje precies tussen zijn blokjes in mag zetten, waardoor die specs in het water valt of het blokje van 9. De regels zijn dus simpel, maar probeer het maar eens te winnen van je tegenstander. Mochten jullie nog vragen over specs hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar de spellenreporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.